hele mooie truck, vol met snufjes. Een rijdend leslokaal, een laboratorium. Maar niet te vergeten, op het dak, zonnepanelen, een heuse windmolen. En met maar één doel, jullie informeren over jullie energie, jouw energie van morgen. Een zonnecel gemaakt met, ja, je moest eerst dit spul op een glaasje gaan nagelakken. En daarna moest je het andere glaasje met potlood inkleuren. En dan moest je het glaasje wat wit gekleurd was in thee dompelen. En daarna moest je ze op elkaar leggen en nog bruin spul er tussen druppelen. En dan, ja, dan kon je meten hoeveel de energie je ermee op kon wekken voor. Met deze mooie vrachtwagen gaan wij het land door om enerzijds jongelui een beetje te laten nadenken van hoe moet het nou als het gaat om toekomstige energievoorziening. En anderzijds als universiteit willen we graag een aanslag doen op de energie van jonge geesten. Dat wij graag willen dat ze bij ons komen studeren. Met een wereld van alleen advocaten komen we er niet. We moeten mensen hebben die techniek leuk vinden. En zo proberen we steeds weer iets leuks te vinden wat zo'n klas aanspreekt. Want het zijn vaak jonge lui, weten nog niet wat ze wel of niet leuk vinden. Kan een taal zijn, kan natuurkunde zijn. En dat betekent dus dat je iets moet kiezen wat iedereen leuk vindt. En een les als het maken van een zonnecel past daar heel goed bij.